Houdbaar is de klassieke indeling van de overheid in verticale territoriale bestuurslagen. In tijden waarin netwerken die daar dwars doorheen gaan een steeds grotere rol spelen. Daarover ga ik in gesprek met Marcel Bogers. Marcel, welkom. Zou je je willen voorstellen? Ja hoor, Marcel Bogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur Universiteit Twente. En daarnaast ben ik senior adviseur bij BMC Advies. En wat heb jij met het thema? Uh, een hele hoop eigenlijk. Uh, uh, als wetenschapper en later ook als adviseur ben ik heel veel bezig met, uh, met de organisatie van het binnenlands bestuur. Met het samenwerken tussen gemeenten, het samenwerken tussen gemeenten, provincies en rijksoverheid. Dus uh, hoe die uh, verschillende bestuurslagen samen, samenwerken, uh, samenspelen. Daar houd ik me erg veel mee bezig, daar adviseer ik overheden in en doe ik ook veel onderzoek naar. En dan gaat het alleen over die bestuurslagen? Nou, ook daarbinnen. Dus als het gaat over democratische ontwikkeling, ja. eh, politieke ontwikkelingen... Ja. Eh, ...en wat dat betekent voor het samenspel tussen bestuurslagen, daar houd ik me ook mee bezig. Ja. En wat betekent nou die netwerken en samenwerkingsverbanden... Eh, die, ...die je ziet voor het uh, functioneren van uh, het openbaar bestuur in termen van democratie en daadkracht? Poeh, ja, een, een, een hele hoop. Ja. Um, we zijn een beetje in het klassieke denken over de overheid altijd ja. geneigd om, om de overheid als iets verticaals te zien. Ja. Uh, met Brussel misschien als de belangrijkste overheid, dan, dan Rijksoverheid, uh, provincie, gemeente en het idee is altijd dat, 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 dat alles van boven naar beneden doordruppelt uh, en dat beslissingen die in, in Brussel worden genomen, dat die via de Rijksoverheid, provincie, uh, uh, bij gemeente terechtkomen. Uh, terwijl in de praktijk zit het veel ingewikkelder en veel anders in elkaar. Allereerst omdat je niet alleen uh, uh, overheden be uh, beleid, beleid maakt, maar ook een hele maatschappelijke partners, bedrijven, instellingen, daarbij, uh, daar uh, mede verantwoordelijk voor zijn. Die heb je echt nodig om iets te kunnen realiseren op het gebied van onderwijs, op het gebied van cultuur, op het gebied van infrastructuur, natuur en milieu, noem maar op. Dus dat kun je niet zonder maatschappelijke partners, maar ook die overheden doen het samen. Uh, van beleidsterrein tot beleidsterrein, van project tot project, hele ingewikkelde samenwerkingsverbanden ontstaan, waar heel veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Om één voorbeeld te noemen: het gaat over de ontwikkeling van het openbaar vervoer tussen, tussen uh, uh, Almere en, en Schiphol. Ja. Daar zijn, daar zijn iets van 30, 40 verschillende overheden bij betrokken. Van Europese overheden tot departementen, rijksdepartementen, tot gemeenten, provincies, drie provincies. Uh, dus, dus Nogal al... ingewikkeld. Dus super ingewikkeld. Ja. Die besluitvormingsprocessen zijn zo enorm ingewikkeld dat het echt enorm veel pro goede procesarchitectuur vergt om op het juiste moment uh, goede politieke afwegingen te kunnen maken. Dat gebeurt nu niet. Die politieke afwegingen worden nu vaak wat achter de schermen genomen. Ja. Met als gevolg dat, uh, dat, dat, dat soms op, op hele lastige momenten... toch ineens een volkstegenwoordiging zegt. Er zijn een gemeenteraad of provinciale staat of de Tweede Kamer. Ja, sorry jongens, uh, dit vinden we toch geen goed plan. Doe maar niet. Maar ja, dan, heeft, dan is dat wel vaak nadat besluitvorming al heel ver gevorderd is. Uh, ja. Dus dat is wel een opgave van deze tijd om ervoor te zorgen dat je... ...de politiek, volksvertegenwoordigers, op het juiste moment een beslissing voorlegt in omstaat voor. Het... En wat is de rol van ambtenaren daarbij? Nou, ambtenaren We hebben daar een belangrijke adviserende rol in gekregen. Dus waar ambtenaren vroeger vooral inhoudelijke expertise hadden en daarop ook werden bevraagd. Vaak technische expertise op het gebied van natuur, milieu, infrastructuur, noem maar op. Wordt van ambtenaren nu ook steeds meer verlangd dat ze behalve dat ook een soort proces. Een uh, uh, procesadvies kunnen geven. Want wat, hoe, hoe moeten we dit proces verder vormgeven? Hoe zorgen we ervoor dat de, de betrokken belangen er op een goede manier bij betrokken zijn? En hoe zorgen we ervoor dat straks de politiek ook een, een uitspraak kan doen die ervoor zorgt dat we gelegitimeerd zijn om een volgende stap te kunnen zetten? Ja. Hebben ambtenaren daarvoor genoeg inzicht in, in het politieke spel en willen ze zich daarmee bezighouden? Um... Voor veel ambtenaren merk ik zelf, als ik met ambtenaren praat, is de politiek toch een beetje een moeilijk te temmen beest. Van, ik heb een heel mooi plan gemaakt en dan heb je weer die gemeenteraad die toch iets anders wil. En zie je wel, die gemeenteraadsleden die snappen het ook allemaal niet. En je ziet ook wel dat ambtenaren daar ook, in de manier waarop ze gerekruteerd worden, de manier waarop ze uh, geschoold worden, daar ook wel steeds meer, dat er steeds meer aandacht voor is, voor ja. dat aspect. Ja. Dus politiek bestuurlijke gevoeligheid, dat is voor ambtenaren steeds belangrijker geworden. En die, die, om of op die te komen, die klassieke indeling, moet die op de schop? Of zeg je van nou, die kan ook wel blijven bestaan, maar daarnaast. Ja, die klassieke op de. Ja, die, uh, 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 wat wel eens het huis van Torbekken wordt genoemd, hmm? uh, 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 Rijke Provincie, Gemeente, Europa. Uh, nou, dat hoeft voor mij, wat mij betreft, niet op de schop. Wat wel, wat mij betreft zou moeten veranderen, is de verhouding tussen die verschillende bestuurslagen. Nu is er nog eens sprake van een sterke hiërarchie. Ja. Ja? Terwijl dat destijds door Torbekken, waarnaar dat huis van Torbekken wordt genoemd... nooit bedoeld is. Die gingen juist uit, en dat zie je ook nog steeds wel een beetje in de grondwet terug... juist uit van, van, van bestuurslagen die naast elkaar bestaan. Dus geen hiërarchie van bestuurslagen, maar bestuurslagen die ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben. En iets meer verantwoordelijkheid in politiek bestuurlijke verhoudingen. Iets meer verantwoordelijkheid in de relatie tussen rijk en gemeente. Tussen uh, rijk, gemeente en provincies. Iets meer verantwoordelijkheid. Uh, uh, ...volwassenheid daarin, dat zou heel erg goed zijn. Nu is het toch vaak, als iets niet uh, loopt zoals het zou moeten lopen... ...er wordt toch vaak naar de Rijksoverheid gekeken. Uh, terwijl ja, ik vind, ik vind dat, dat gemeenten best wel wat zelfbewuster zouden mogen zijn. Uh, en, soms ook, uh, en, en soms ook wat zelfbewuster. Een keer iets op het bordje van de Rijksoverheid zouden kunnen leggen. Zie je daar al mooie voorbeelden van? Nou, het sterkste voorbeeld uh, dat we daarvan uh, zien... ...want er zijn er niet zo heel veel in Nederland... ...is de, de Rotterdamwet, Wet, uh, Stad Rotterdam... Die kampten met het probleem dat in een aantal wijken grote concentraties kansarme migranten kwamen wonen. En uh, nou, dat, dat leidde echt tot, tot grote maatschappelijke spanningen. Uh, Rotterdam heeft weten te bepleiten dat er een landelijke wetgeving kwam die het mogelijk maakt om wat te spreiden. Rotterdam had een probleem. Die heeft aan de Rijksoverheid gevraagd: van, geef ons wettelijke middelen om het probleem aan te kunnen pakken. En dat is ook gebeurd. En daar kunnen nu ook alle andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat is een voorbeeld van gemeenten die vragen om wat meer wettelijke armslag en dat ook krijgen. Ja. Terwijl het normaal altijd omgekeerd werkt. Ja. Dan wil ik nog even naar de democratische legitimiteit hè, van, van, uh, uh, van die netwerken. En... Uh, hoe je dat afstemt met, met een representatieve uh, democratische proces zie je daar al voorbeelden waar je denkt nou daar gaat dat goed die, die, die zijn er wel er zijn er genoeg maar toch altijd blijft daar het gevoel van um, uh, ben ik er uh, ben ik al die stappen uh, voldoende betrokken geweest uh, heb ik heb ik altijd mee mogen doen um, Um, en, en ik is dan? Nou, als, uh, de, 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 en, die, en die ik is dan de, de, mm. de volksvertegenwoordiger, het statenlid, de, het, 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 het kamerlid, het gemeenteraadslid. Um, dat, is, dat heeft met twee dingen te maken. Allereerst denk ik dat het voor, voor veel volksvertegenwoordigers ook, ook even wennen is. Uh, je bent geneigd om jezelf te, te positioneren in, in een soort cockpit waarmee de samenleving zichzelf bestuurt. En, ja, die cockpit, dat, 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 dat werkt niet meer. Je zit meer in een soort verkeerstoren waarin een hele hoop vliegtuigen vliegen. Dus je hebt een wat andere sturende rol gekregen. En voor veel gemeenteraadsleden en andere volksvertegenwoordigers is dat enorm wennen. Dus, dus dat is één. Maar ten tweede, ja, ik zie, ik zie wel, in ieder geval wel voorbeelden van uh, volksvertegenwoordigers die hun rol op een wat andere manier pakken. En daarmee ook een effectievere rol kunnen spelen. En wat is dat dan voor een rol? Uh, dat is een dubbele rol. Enerzijds ben je, blijf je wel verantwoordelijk voor de inhoud, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid voor het proces. Dus je gaat ook kijken van uh, een beetje de procedurele rechtvaardigheid waar je dan als, als bestuurder voor staat. Je kijkt van zijn alle belanghebbenden, hebben die ook een, een eerlijke rol in dit hele proces gehad uh, of niet? En, ja, en, wat, en wat de belanghebbenden zijn, ja, daar denkt echt een VVD er anders over dan iemand van GroenLinks. Dus wat dat betreft kun je ook nog steeds daar wel je partijpolitieke kleur aan geven. Maar in ieder geval die procesverantwoordelijkheid. Uh, uh, die wordt steeds belangrijker voor uh, volkstegenwoordigers. Dank je wel. En als we dan nu tien jaar vooruit gaan in de tijd, wat zou dan wat dit betreft je droomscenario zijn? Jee, ja, dat is lastig altijd. Nou, mijn droomscenario is dat we wat, um, wat sterkere uh, gemeenten hebben, uh, wat, st wat grotere provincies en wat meer, zoals ik net al zei, wat volwassene relaties tussen die verschillende uh, besturen. Uh, dat, zou mijn, dat zou mijn droomscenario zijn, om eens te beginnen met die gemeenten. Um, als die gemeenten wat steviger en groter worden, dan, dan zal die, ontkom je er niet aan om provincies ook wat groter te maken. Omdat anders die provincie en gemeente akelig dicht op elkaar snip komen zitten. Um, en als die provincies wat groter worden, dan zal dat ook betekenen dat er wat taken van nu departementen naar die provincies overgaan. Dan nou, hebben we wat taken en bevoegdheden wat gereshuffeld. Houden we wat, hou wat steviger, stevige provincies, stevige, stevige uh, uh, gemeenten over. En een wat kleinere, bescheidene rijksoverheid. die als laag tussen die lagere overheden en, en, en Brussel komt te staan. Uh, en daartussen ontstaan wat, wat meer volwassen uh, uh, relaties. en uh, weer wederkerige relaties. Waarbij niet van, van hiërarchie, maar meer van uh, onderscheiden verantwoordelijkheden wordt, uh, wordt uitgegaan. En het doemscenario? Nou, het doemscenario is. Uh, wat ik nu nog wel eens zie gebeuren, is dat we. Uh, het, het oplossen van maatschappelijke uh, opgaven, maatschappelijke problemen niet meer centraal stellen, maar ons te veel focussen op bestuurlijke structuren en alles wat daarbij komt kijken, op het verdelen van taken en bevoegdheden. En ja, zoals we dat in Nederland altijd hebben gezien, dat leidt altijd tot bestuurlijke loopgravenoorlog waarin we geen steek verder komen. Nou, dat is mijn, mijn doomscenario. En uh, ik pleit ook voor een organische ontwikkeling, geen grote grand designs, want dat werkt toch niet? Is dit de grootste, uitdaging? Dat is de, dat is de grootste uitdaging? Dat is de grootste uitdaging. En wat daarvoor nodig is, is dat je ook wel iets van een verhaal hebt. Van waar gaan we naartoe als Nederland? Waar willen we als Nederland staan ten opzichte van de rest van Europa en de rest van de wereld? Terug naar de grote visies? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Uh, en dat zijn nou niet de, 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 de uh, uh, politiek-ideologische uh, visies zoals we die vroeger hadden. Hmm. Over het goede leven en hoe Nederland eruit moet zien. Maar wel een, een, een verhaal van nou, hoe, hoe willen we dat Nederland zich ontwikkelt en wat, en wat, wat, en wat hoort daar dan bij? En er horen ook wat ambities bij. Wij willen een, een, een heel groen en duurzaam Singapore aan de Noordzee worden. Nou, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen en daar kunnen mensen warm voor worden of niet. Maar dan heb je wel iets van een verhaal en iets van een visie. Nou, ik, ik noem er maar eentje. Dat, 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 je, je kunt er nog twintig andere visies tegenaan zetten. Maar zo'n visie moeten we wel hebben. Nu hebben we hele vage en abstracte verhalen over participatiesamenleving. Die meer gaan over bezuinigingen en stelseldiscussies dan over hoe we willen dat die samenleving er straks uit komt te zien. Nou, daar moeten we straks met elkaar het gesprek over voeren. Zodat we daarna kunnen zeggen: oké, okay, wat voor bestuur hoort er dan bij? Uh, uh, dan is die discussie over bestuurlijke structuren, zoals we hem net voeren, dan beklijft je ook meer. En dan zorg je er ook voor dat. Uh, dat, dat, dat er ook beweging komt in de richting van die structuurverandering. Uh, uh, ja. Maar de structuurverandering volgt dan. Precies, op, op, de... op een maatschappelijke beweging. Oké. Okay. Dankjewel, Bartel Bogers, voor dit gesprek. Okay.